Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. Dit wordt een serie over groene chemie en de eerste les gaat over rendement. Rendement, dat is hoeveel product je werkelijk hebt gekregen ten opzichte van de hoeveelheid die je mag verwachten. En dat rekenen we uit in een percentage. Dat zie je hier. Dus je doet de praktische opbrengst en die deel je door de theoretische opbrengst. En aan de hand van twee voorbeelden gaan we dat bekijken. Die formule voor rendement die vind je ook in je BINAS. Voorbeeld 1. Propeenzuur. Dat is een stof dat wordt gebruikt om polymeren van te maken. Om dat te produceren wordt een ton propeen in een reactor gebracht met een overmaat zuurstof. En na de reactie is er 1,5 ton propeenzuur gevormd. En wij moeten het rendement berekenen. Nou, hier zien we de reactievergelijking en dan zien we dat 2 mol van dat propeen reageert met 3 mol zuurstof en dan krijg je propeenzuur. Het zuurstof is hier in overmaat. En waarschijnlijk weet je wel van eerdere lessen of eerdere hoofdstukken dat de ondermaat die bepaalt hoeveel product er ontstaat. Dus we moeten niet naar het zuurstof kijken, daar heb je toch genoeg van. Dus die hoeveelheid propeen die gaat bepalen hoeveel propeenzuur je krijgt. Dus gaan we uitrekenen hoeveel propeenzuur we mogen verwachten op basis van dat propeen. Nou, de massa van het propeen is een ton. En een ton is 1000 kilogram. Nou willen we de verhouding gaan gebruiken, maar dit is een molverhouding. Dus dat betekent dat je die hoeveelheid moet omrekenen naar mol. Dat doe je met de molaire massa. De molaire massa van propeen is 42,078 gram per mol. En nou zie je dat deze eenheden niet bij elkaar passen. Dan kun je van die kilogrammen kun je grammen maken. Je kunt ook een trucje toepassen. Je kunt ook zeggen kilogram per kilomol. Als je dat trucje in een proefwerk wilt toepassen, moet je dat wel uitdrukkelijk opschrijven. Dat je de molaire massa, dat je die eenheid aanpast. Dus kilogram per kilomol. Dan kun je de chemische hoeveelheid berekenen. Dan moet je de massa delen door de molaire massa. Dus 1,0 maal 10 tot de derde. Dan moet je delen door 42,078. En in mijn geval komt daar dus kilomol uit. In dit geval 24 kilomol. Een kilo is 1000, dus dit is 24.000 mol. Nu kunnen we de molverhouding toepassen en kunnen we uitrekenen hoeveel van dat propeenzuur we krijgen. Dus C3H4O2. Nou, het aantal mol is hier dus ook 42 kilomol. He, want het is 2 staat op 2, oftewel 1 staat op 1. Dus uit 24 kilomol propeen krijg je 24 kilomol propeen krijg je 24 kilomol propeenzuur. En met de molaire massa reken ik dat om naar mol, of naar massa. Dus de molaire massa is 72,064. En dan kan ik de massa berekenen. Dan moet ik het aantal mol, de chemische hoeveelheid, moet ik vermenigvuldigen met de molaire massa. Nou is deze molaire massa ook in gram per mol, maar ook hier ga ik dus kilogram per kilomol doen. Dus met andere woorden, 24 kilomol keer 72,064 kilogram per kilomol. En dan kom je uit op 1,7 maal 10 tot de derde kilogram, oftewel 1,7 ton. Hè. Een ton was 1000 kilogram. En nu kan ik die 1,7 ton vergelijken met hoeveel we werkelijk hebben gekregen. Hè. Dus op basis van 1 ton propeen kun je 1,7 ton propeenzuur verwachten, maar we krijgen maar 1,5 ton. Dus dan kun je het rendement berekenen. Nou, de praktische opbrengst, hè, dat is dus de stof die je wilt produceren. En dat is dus 1,5 ton heb je gekregen. En werkelijk de praktische opbrengst en theoretisch zou je 1,7 ton mogen verwachten. Keer 100% en dan kom je uit op een rendement van 88%.
Die vergelijking, praktische opbrengst en theoretische opbrengst, die mag je in verschillende eenheden invullen als je maar zorgt dat je boven en onder de breukstreep dezelfde eenheden invult. Dus je kunt hem invullen in kilogram praktische opbrengst per kilogram theoretische opbrengst. Je kunt ook mol per mol doen als je maar zorgt dat boven en onder de breukstreep dezelfde eenheid staat. Kijken we even naar voorbeeld 2. Een reactor, 2,5 mol A met 3,5 mol B en we krijgen product P en C. En na de reactie is er 1 mol P gevormd. Nou staat er in dit geval dat van beide beginstoffen een hoeveelheid. En van B hebben we meer dan van A. Dus je bent misschien geneigd om te zeggen, oh dan is B in overmaat. Maar als we naar de reactievergelijking kijken, dan zien we dat je van B ook meer moet hebben. Want dat is 2 staat er 3. Dus als we die 2,5 mol A hier eens even invullen, dan heb je voor 2,5 mol A is, dat is een lelijke is 3 tweede maal 2,5 is 3,75 mol B nodig. We hebben minder B. We hebben minder dan dat er nodig is. Dat betekent dus dat B in ondermaat is. Nou, dan kunnen we nu de hoeveelheid product berekenen, want de ondermaat, 3,5 dus, die bepaalt hoeveel product je krijgt. Dus van B weten we dat het aantal mol 3,5 mol is. En van product P mogen we dus op basis van de reactievergelijking 3 staat tot 1, dus 1 derde van die 3,5 mogen we verwachten 1,17 mol P. Nou, we hebben maar 1 mol gekregen, dus het rendement, en nu zie je dat ik dit rendement ga uitrekenen met het aantal mol. We hebben 1 mol gekregen, we mogen 1,17 mol verwachten, dus dat is een rendement van 86%. Nou, wil je nou oefenen met rendement? Kijk op mijn website bij oefenen en bij 5 HAVO. Daar vind je een oefenstencil met groene chemie. Ik hoop dat je hier wat van geleerd hebt. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.